Op vrijdag 20 januari 2012 vond de presentatie plaats van het boek Sustainable Management of Tropical Rainforest, de CELOS Management System. De dag van de presentatie werd gefinancierd door de Nederlandse ambassade in het kader van het Internationaal Jaar van de Bossen in 2011. Een bijkomstigheid is dat de presentatie de inluiding was van het 45-jarig bestaan van CELOS. Aan dit boek hebben 25 schrijvers bijgedragen. Onder de aanwezigen bevonden zich de minister van RGB, Simon Martosatiman, de ambassadeur van Nederland, Art Jacobi, de directeur van Tropenbos International, René Boot, de CELOS interim manager, Imro Fongpoen, en de voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Rayin Sidin. Ook waren de editor, Marinus Werger, en een deel van de schrijvers aanwezig. De dagvoorzitter was Rudy van Kanten, program director van Tropenbos International Suriname. Na de toespraken van onder andere de heer Fongpoen, Boot en Werger en een presentatie van P. Smit werd overgegaan tot overhandiging van het boek. Het eerste exemplaar werd door de program director van Tropenbos International Suriname overhandigd aan de minister van RGB, gevolgd door de ambassadeur van Nederland. Er werden nog exemplaren overhandigd aan verschillende genodigden, waaronder de editor en de aanwezige schrijvers. Ook het bos is gediend met zorgvuldig beheer. En ik denk dat het boek dat hier vandaag wordt gepubliceerd en aangeboden, dat er ook een bijdrage toe zal leveren. Dat het ook in Suriname, zoals het nu al is, dat het ook zo zal blijven. Voor Tropenbos was het een genoegen om in de positie te zijn om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit boek. Dat is gedeeltelijk zo omdat het boek heel duidelijk past in de doelstelling van mijn organisatie. En die doelstelling luidt het bevorderen van een duurzaam gebruik van het bos voor de mens, voor biodiversiteit en voor een duurzame ontwikkeling. Vanwege de historie die deze proefperken met zich meedragen, de informatie die verzameld is en de potentie waarover zij beschikken voor het continueren van onderzoek, heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer het daarheen geleid dat de proefperken binnenkort de status krijgen van speciaal beschermd bos. De heren Wiep Jonkers en Kenneth John hielden na de pauze een korte presentatie. Ter afsluiting van de boekpresentatie werden aanwezigen een lunch aangeboden. De volgende dag, zaterdag 21 januari, werd met 57 personen een bezoek gebracht aan de CELOS proefperken te Mapane. Van tevoren had de CELOS veldploeg goede voorbereidingen verricht. Participanten werden verdeeld in 4 groepen. Er werd een traject afgelegd waarbij verschillende behandelingen konden worden waargenomen. In elke groep waren er een paar onderzoekers die voor de uitleg zorgden. Met de uitgifte van dit boek is een lang verwachte wens in vervulling gegaan. De informatie is vastgelegd voor het nageslacht en biedt een aangrijpingspunt voor het verder ontwikkelen van de bosbouw in Suriname en elders.